kom op. Ik wil gewoon even praten, Kel. Waarom? Omdat hij dat zei? Stop nou, het gaat niet over hem. Praat gewoon met me. We reden vaak dezelfde races toen we opgroeiden. En één van ons had altijd een betere race dan de ander. Dus in de auto op de weg naar huis was één van ons gelukkig, terwijl de ander in zak en as zat. Er was geen middenweg. Het leek onmogelijk om tegelijkertijd gelukkig te zijn. En dat is sindsdien nooit veranderd. Luister, het is mijn taak om met de coureurs te praten, Kelly. Ja, en wie heeft je die baan gegeven? Doe je zo. Ik ben niet eens degene op wie je kwaad bent. Nou, misschien wel. Echt? Dit weer? We waren kinderen, Kelly. Je hebt me in de steek gelaten. Kom op, wat had ik moeten zeggen dan? Oh, bedankt, pap, dat je blijft investeren in mijn carrière. Maar ik ben bang dat ik moet weigeren, want Kelly vindt het niet leuk. Natuurlijk niet. Wat dan? Het hoefde geen keuze te zijn, Dev. Hij had het geld om onze beide carrières te financieren. Ik wilde dat je voor me zou vechten. Hij heeft nooit naar me geluisterd. Hij luisterde altijd naar jou. Ja, nou, we waren jong. Ja, maar we zijn nu volwassen. Ja. Nou, als het een troost voor je is, ik ben niet meer zo competitief. Dat ben je nooit geweest. Het spijt me, Kelly. Ik meen het. Je was altijd sneller dan ik. Nou, hoe zeg ik het? Leuk geprobeerd. Het is waar. En meende je het? Natuurlijk niet! Sneller dan ik! Nee. Ze was nooit sneller dan ik. Dat zou ze willen. Nee. Maar als er één ding is dat mijn vader me heeft geleerd, is het dat mensen soms moeten horen wat ze moeten horen. Weet je? Hey, mam. Kelly, ik lees steeds meer over financieringsproblemen. Het is alleen een probleem als we niet vijfde worden, blijkbaar. Wat vind jij ervan? Hij gaat het toch niet echt doen? We hebben maar twee seizoenen gehad. En Connor Sport is zeker niet het slechtste team in de opstelling. Je weet het altijd lekker uit te drukken, mam. Wat vindt je vader er zelf van? Ik heb geen idee. Je hebt nog steeds niet met hem gesproken. Ik weet zeker dat jij het kunt begrijpen. Ja, maar ik hoef niet met die man te werken. Luister, je hoeft hem niet te mogen. Je hoeft alleen maar met hem te praten. Oh, je klinkt als Devin. Misschien heeft Devin wel een punt. Ja. Ja, bedankt, mam. Ik ga nu. Ik hou van je. Dag. Absoluut. Ja. Waarom doe je dit? Ik zag hem in de paddock. Dat moet in São Paulo zijn geweest. En ik... Ja, ik heb hem eindelijk gesproken. Ik wilde gewoon weten waarom. Er is iets tussen gekomen. Ik bel je terug. Kelly, dus ik mag nu met je praten. Waarom doe je dit? Doen? Wat? Waarom trek je zo'n harde lijn hierin? Wil dit een goede investering zijn, dan moet Connor Sport successen boeken. Zo werkt dat in zaken. Maar daar zitten we niet in, of wel? Pardon? Waarom zit ik in het team als het alleen maar zakelijk is? Waarom Devin? Je kunt je familie er niet bij blijven betrekken en je dan verschuilen achter zo werkt dat in de zakenwereld. Dit is een van de grootste investeringen die ik ooit heb gedaan. Ik moet de zaken goed regelen, Kelly. Wie zal volgens jou alles erven als ik er niet meer ben? Nou, Devin. Natuurlijk. Ik heb totaal geen interesse. Deze zaken zijn complex, Kelly. Maar ze komen allemaal ten goede aan het bedrijf, de familie en uiteindelijk
ten goede aan jou. Je zei precies dit de laatste keer dat je me probeerde te stoppen met racen. Ik geloofde het niet toen ik 12 was en ik geloof het nu zeker niet. Ik begrijp niet wat er in dat hoofd van jou omgaat. Je dreigt mijn F1-carrière te beëindigen en dan zeg je dat het in mijn voordeel is. Heb jij enig idee hoeveel geld ik in het team heb gestoken? Dat is het probleem met jou. Geld. Er is niets veranderd. Ik had niet verwacht dat je het zou begrijpen. Nee, pap. Ik had niet verwacht dat jij het zou begrijpen. Je moet wat meer realistisch zijn. Dat is alles. Niet iedereen overleeft in de Formule 1. Dat weet je. Vijfde in het klassement? Vijfde. Vijfde. In this lap. Repeat, the safety car is in this lap. That means it's our chance to shine. Come on, you can do this. Let's go. No pressure, Ben. Nice move. Good job. Top 10 now, keep it up. Okay, the stewards have now enabled DRS. DRS is now online. The car behind started to drop back. There's a gap beginning to form. Let's make the most of it. Okay, that's us with 5 laps of fuel remaining, 5 laps of fuel left.
Okay, that's P4. You're into P4. Okay, the car ahead's beginning to pull away. You know what to do. Maneuver, you made it look so easy. Okay, the car behind is dropping back. We're seeing a gap starting to form. Got enough fuel for 3 more laps. Final lap. Wat een fantastische race. Denk je dat we Connorsport volgend jaar zullen zien, Bas? Sommigen zeggen van niet. Ik hoop het, Olaf. Echt waar. Ik denk dat ze moedig zijn geweest. Ze hebben risico's genomen en ze zijn goed geweest voor de sport. Ja, mee eens. Het seizoen is bijna voorbij, maar ze mogen hopen dat ze deze vorm kunnen doortrekken naar de eindfase. De tijd zal het leren. Ik ben behoorlijk uitgeput door de spanning van de wedstrijd, maar dat is nog niks vergeleken met onze coureurs. Ze hebben alles in het werk gesteld om er te komen en het is geweldig om ze richting het podium te zien gaan.
Een sterke prestatie vandaag, Kelly. Hoe groot was de rol van de safety car? Ja, ik zag mijn kansen na de safety car echt schoon. Het verstoort natuurlijk de race, maar vandaag kon ik ervan profiteren. Ik zag een kans, ik ging ervoor en het pakte goed uit. Je eerste F1-seizoen zit er bijna op. Het is duidelijk dat je veel werk hebt verzet. Maar is er iemand anders die dit seizoen invloed op je heeft gehad? Ik heb Casper hier zoveel voor te danken. Hij was er vorig seizoen voor me in de F2 en hij is degene die heeft gevochten voor mijn stoel bij Connorsport. Dus ja, zonder hem had ik hier misschien niet eens gestaan. Dus bedankt, Casper. Hoe was het om zo nauw samen te werken met je familie? Ja, het ging eigenlijk wel. We kunnen niet altijd met elkaar door één deur, maar we kennen elkaar goed. En we weten allemaal wanneer we afstand moeten houden. Of ja, misschien hebben we in de loop van het seizoen geleerd wanneer we afstand moeten houden. Familie is altijd complex. Maar ja, het was oké. Er gaan geruchten dat Canasport er volgend seizoen misschien niet meer is. Kun je daar commentaar op geven? Dat klinkt als een vraag voor onze investeerders. Ik weet zeker dat we een publieke verklaring over deze zaak allemaal zouden waarderen. Nou, bedankt dat je ons te woord staat. Fijn dat je tijd hebt.